Ik heb dus al heel bewust stippeltjes, bloemen, rode lippenstift. Ik heb nog net geen bloemen in mijn haar gedaan. Ik heb van die schoenen met van die nopjes eronder. Ik dacht, ik ga gewoon even van helemaal voor de... Is dat dan traditioneel of is het gewoon super ouderwets en Nee, het is saai. Traditioneel, maar ik weet je, toen ik verliefd werd op Spanje... Ik zag gisteren dus de oude fotoalbums van mijn eerste reis naar Spanje. Mijn eerste flamenco passen. En ik had zulke grote rode oorbellen. Natuurlijk. Het krulhaar helpt dan ook niet mee. Dus ik was ook het wandelende beeld van... Ja, die eerste infatuation met flamenco is dat natuurlijk. Het is ook een passievolle, expressieve, directe dans- en kunstvorm. My daily shot of culture. En voor mijn dagelijkse shotje cultuur voor vandaag ben ik in Amsterdam en sta ik hier voor de Stad Schouwburg. Want vanavond begint de Flamenco Biennale en ik mag erbij zijn. Fantastisch, ik heb er heel veel zin in. Ben, ben jij er nou? Wow, wat spontaan en wat bijzonder. Sorry, maak het even af. Ja, oh ja. Ja, af. Dus klaar? Ja. Oké. Okay. Kevin! Hey, ben je weer aan het vloggen? Ja, ik ga voor mijn Daily Shot of Culture vanavond hier naartoe, naar de Flamenco Biennale. Heb ik ben je... zo jaloers. Echt? Ja. Heb je iets met flamenco? Ik ben gek op flamenco. Echt? Zit je erop? Ik zit erop. Hey, Kevin, ik zeg maar iets spontaan. Ja? Wil je mee naar de voorstelling? Ja! Ik ga vooral kijken ook of ze mij iets kunnen leren, want kijk. Ja. Oh, je hebt flamenco schoenen aan. Ja, ze kunnen hier nog wel wat leren, denk ik. We gaan naar de artiesteningang, omdat we nu een gesprek gaan hebben met de directrice van het festival, van de Flamenco Biennale. Wauw. Omdat we natuurlijk meer willen weten hierover, namelijk, wat is flamenco nou eigenlijk? Artiesteningang. We zijn er. Ik sta hier met Ernestine. En jij bent de directrice van het festival. Ja. Zeg ik dat goed? Directrice en oprichter. Ja. En oprichter? Ja, 2006 zijn we begonnen. Ah, ja. Wauw. Ja. Waarom ben je begonnen? Nou, ik heb Spaans gestudeerd. Eigenlijk om de flamenco ook beter te begrijpen, te gronden. Ik wou dus teksten, de zangteksten, wou ik, die diepe snik, de oerkreet van de flamenco, die wou ik graag goed kunnen verstaan. En... Goeie reden, sowieso. Ja, ja. Wauw. Ja. En toen was er hier in Nederland, en eigenlijk was de flamenco de fiesta gitana. Met veel noppenjurken, olé olé. En het was een beetje een clichébeeld. En dat heb ik proberen te ontkrachten, want flamenco is veel meer dan dat. Wauw, ik zie allemaal hele goede makers. Diep uit de traditie, wetend wat ze doen. Ze kennen de grammatica en ze willen meer. Ze willen het veranderen, innoveren, experimenteren. En dat heb ik opgepakt toen. En toen dacht ik, oké, het is tijd voor één keer in de twee jaar de State of the Arts van de flamenco. En dat is dan hier in Nederland en niet in Spanje. Ik bied ze een platform om hun experimenten hier te tonen. Ja. En ik daag ook de Nederlandse flamenco-makers uit van... Hey, kom eens op, wat heb je een idee? Wat zou je willen doen? Met welke mensen zou je willen samenwerken die normaal niet buiten je bereik liggen? Dus ik probeer te laten zien hoe rijk die kunstvorm is. En dat probeer ik dan met een hele nieuwe lichting flamenco-makers. Maar dat is ook wat er heel erg nu benoemd wordt. Dat het, mensen zijn die experimenteren en inderdaad nieuwe makers, maar binnen de... Ja, toch de traditionele flamenco. Ja. Maar waar ligt die grens? Ja, nou dat is iedereen, elke maker zoekt zijn eigen grens. Prachtige waaier aan flamenco zien op dit festival. Nou, die passie bij jou zit, dat is wel duidelijk. Waanzinnig. En ik heb alleen maar nog veel meer zin gekregen in de voorstelling van vanavond. Vanavond zien we een hele extreme maker, Andres Marin. En het slot van het festival is Israël Galvan. Net zo'n pionier, net zo'n oproepkraaier als Andres Marin. Ja. Het zijn allemaal mensen die flamenco grammatica beheersen. En ik zeg altijd, ze staan echt met de voeten in de aarde van flamenco. En daarom kunnen ze het zo goed vernieuwen. Ja. Je kan niet vernieuwen zonder die traditie te kennen. Dus dat is de essentie eigenlijk van het festival. Vind je dat ik erg verbaasd sta met mijn stippenjurk? Nee.
Heel veel vrouwen en mannen hebben wat aan wat een beetje te maken heeft met flamenco. Vooral de vrouwen vind ik echt gekleed op flamenco. Ja, vind je niet? Oh, leuk. Ik ben zwaar underdressed met mijn sneakers. Dat kan natuurlijk echt niet. Als er nog gedanst wordt na afloop, dan sta ik natuurlijk sowieso voor paal. Zeker. Ver je kan experimenteren met een hele traditionele kunstvorm. Ja, daar liggen de grenzen van wanneer is het nog flamenco en wanneer is het moderne dans of een andere variant? Theater. Ja. En het grappige was dat ik eigenlijk de hele tijd toch dacht, het is flamenco. Ja. Wat ik ook heel gaaf vond om te zien, maar dat is ook flamenco natuurlijk, is dat het lichaam een extra instrument is, letterlijk om muziek te maken. Shout-out naar de vrouwen van deze voorstelling. Ja. Ja. Want die mannen waren goed, maar holy hell, die vrouwen. Una cara de vidrio, por donde sube la pena. We hebben wel de top van huidig modern flamenco dansers en danseressen gezien vanavond. Dat staat buiten kijf en dat is heel inspirerend en bijzonder om mee te kunnen maken. Ja. Ben je nou benieuwd naar of de traditionele of de experimentele manieren van flamenco? Ga dan de komende 3 weken tot 10 februari eens kijken in een van de 10 steden in België en Nederland. Laat dan vooral ook even weten bij My Daily Shot of Culture wat je ervan vindt. Waar ben je geweest en wat vond je ervan? Want daar zijn we natuurlijk heel erg benieuwd naar. En dan wordt hier nog even lekker doorgedanst. Kevin heeft zijn danspartner gevonden. Die gaat helemaal los. Zoals iedereen hier eigenlijk. Op zijn gympies. Vond je dit nou een leuke video? Duimpje omhoog. Abonneer je dan even. En druk op het belletje. Dan krijg je elke keer een berichtje als er weer een nieuwe video is. Van cultuurshotjes kun je nooit genoeg hebben. Tot de volgende My Daily Shot of Culture. Ja. De aftrap van de Biennale. De Flamenco Biennale. En die kan van, heb je dat terug? Die gaat zo uit. Oké.